Hey, baby, where you from? Ik ben eigenlijk een beetje een ex-sporter. Op dit moment probeer ik nog een beetje hard te lopen. Vroeger heb ik heel veel vechtsport gedaan, kickboksen, heel klein beetje taekwondo en karate. Ik heb geturnd een aantal jaren, een jaar of 4, 5. En ik heb een jaar of 3 gebasketbald. Ik heb elektrisch boeien gedaan, breakdance, bodypopping, elektrisch boeien, jullie kennen het wel. Dit gebeurde, met die vingers zo in en weer. Ik heb Afrikaanse dans gedaan, een aantal jaren. Ik heb ook opgetreden met Afrikaanse dans. Ik geef ook nog steeds workshops Afrikaanse dans, Malinke-stijl. En op dit moment eigenlijk, hoofdzakelijk, M-A-M-B-O, Mambo. Wat ik van hem vind, ja, hij heeft wat dat betreft een beetje andere ideeën. Dus vandaar dat de show er ook iets anders uitziet dan gemiddelde shows. En wat we dus ook heel erg leuk vinden. Hij is best streng. Streng voor zichzelf en voor iedereen die in de groep zit. Wat ik anders doe dan de andere dansschool. Nou, ik moet zeggen, ik ben nooit op andere dansscholen geweest. Maar in ieder geval, als je bij mij komt, betekent het dat ik eisen aan je stel. Je betaalt me, dus ik ga je ook echt beter maken. Je moet gemotiveerd zijn. Ben je niet gemotiveerd, hoef je niet te komen. Ik heb geen commerciële inslag. Het is niet voor mijn brood. Dus ik wil echt zelf ook plezier aan beleven. Dus als je komt, gaan we trainen, trainen, trainen. En aan het eind van de rit heb je een nat t-shirt, handdoek gebruikt, veel gedronken en je bent beter geworden. Wat wil ik meegeven aan alle andere dansers? Gewoon plezier hebben. En als je naar de muziek luistert, als je dat al doet, probeer ook een instrument te worden en speel mee.